En Marit, hebben we nog meer voor geels? Ja. Oh, eentje. Stofdoekjes om mee te zwaaien tijdens de Tour de France. Ik wil gewoon toch geel zijn, hè? Een beetje zo. Ze hebben wel gele ketting om. We gaan nu naar het Westland en dan gaan we naar Adrie Huisman. Adrie Huisman heeft een tijdje geleden, we waren toen bij de architect van de Red Apple. En toen was het van, hé, het zou hartstikke leuk zijn om die daken geel te maken met gele chrysanten. Waarom alles geel? Ja, geel van de Tour de France, de gele trui. Dag meneer Adrie. Ja, en alle geel, hè? Hij moet die broek aan, de man heeft de broek aan. Het is de ultieme gelegenheid om mensen aan gele, gezonde producten te krijgen. Zo'n gele paprika, gele courgette en de gele tomaat. Het is altijd een samenstelling die het succes bewerkstelligt. Dus dat is eigenlijk ook wat ons Club Dare to Care met het A-team veronderstelt. Het A-team dat is ontstaan door Max Visser. Die had al jaren zoiets van het A-team van die televisieserie. Dat we eigenlijk in Nederland behoefte hebben aan mensen die staan voor actie, allianties. En dat je dus daadwerkelijk met groepen mensen aanpakt. En wij hebben dus een groep mensen verzameld van ondernemers die vrij kunnen denken. En die graag willen uitgenodigd willen worden voor complexe vraagstukken. Het concept is, laten we ons allemaal ideeën genereren en door dat samen te doen, wordt het één groot idee. Hoe meer gele ideeën, hoe groter de impact zal worden. Ik heb een aantal van die stillevens gemaakt. Ik dacht, we moeten een beetje in het gele gevoel moeten stimuleren. Je kunt ook het idee van mijn zoon overnemen. Langs de route van de Tour de France zorgen zoveel mensen met gele boeketten bloemen staan om te zwaaien. Hij is 19 en voor de accountant, dus jong en slim. Hij zegt, dan creëer je een soort schwung van vrolijkheid. Ook een oproep aan alle Westlanders en andere mensen. Van sluit je aan en lever bloemen aan Rotterdam. En creatief beheer gaat dat samen met ons verwerken in het E-team. Dus je hebt ook veel handen nodig. En wat dat betreft is het leuker van Rotterdam, geen woorden maar daden. Dus handen zijn voorradig in grote mate volgens mij in Rotterdam om het werkelijk geel te maken. Ik heb het gevoel dat men er al voor gaat en dat dit nog een extra aansporing is om het nog steviger te maken.